Hallo, kijk, zo niet. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Cities Skylines. De vorige aflevering ben ik hier gebleven en we gaan vandaag nog een beetje meer industrie maken, want er is nog een behoorlijke hoeveelheid aan industrie nodig. En ook de commerciële zones, die moet ik dus ook nog eventjes bij gaan bouwen. Dus dat ga ik dus vandaag even doen. Misschien ook nog een aantal woonwijken neer gaan zetten. Ik weet niet precies of ik daar nog tijd voor heb. Maar daar komen we vanzelf wel achter, denk ik. Oké, deze steen gaat ook weg. En deze kan precies erachter. Dat is wel heel nice. Zo, hoppakee. Zie. Dus dan zetten we hier gewoon mooi industrie neer. Ik denk eigenlijk wel dat ik deze rotonde misschien eventjes weg kan halen. Hoppakee. Oké, alles even weer een beetje goed connecten. Zo, hoppakee. En nog een aantal tiles. Oké, wat is hier dan weer mis mee? Oké. Nou ja, het zal in ieder geval de industrie hoeveelheid vermindert nu al wat. Oh ja, natuurlijk hebben ze daar wel weer even een waterleiding nodig. Dat is wel even verstandig om te hebben. Zo, hoppakee. Zie, water availability is nog hoog genoeg. Oh, waarom is hier geen water dan? Nu wel, hier is hier wel water. Dat is helemaal prima. Oké, de hydropower plant die blijft al een beetje al het water wegvoeren. Ik denk wel beter dat ik... Ach, waarom is dit er eentje kapot? Zal wel. Ik zet er gewoon even een nieuwe neer. En ik denk dat ik deze drie beter eventjes weg kan halen. Zodat het water ook niet hier vervuild raakt. Maar hier maakt het niet zoveel uit. We hebben nog best wel veel geld zo te zien. Bijna 200.000. Deze twee die heb ik dus niet meer nodig. Oh ja, nu is nog vast steeds het water het overstromen. Daar moet ik nog wel even wat aan gaan doen als ik die landuitbreiding heb. Eens even kijken. Ik zit even goed te kijken waar ik precies nog wat woonwijken neer kan zetten. Misschien hier gewoon. Ga ik deze gewoon helemaal hier naartoe plaatsen. En dan laat ik ze gewoon even zo staan. Want er zit ook nog wat stroom. Mast daar. En wat is hier met dat hout? What the fuck? Waarom heeft hij zoveel hout? Van die dode bomen. What the fuck? Oh nee, een tornado. Thanks. Ja, fijn. Oh my god.
Precies op de plaats waar ik het eigenlijk niet nodig wil hebben. Deze die zet ik eventjes hier naartoe. Ach, geen wonder dat er nu weer heel veel industrie benodigdheden zijn. Maar ja, ik kan hier gelukkig ook nog kantoren neerzetten. Dus in principe zal dat dan ook nog wel moeten verminderen. Nou, kan ik eerst alle wegen weer lekker gaan repareren. Hey. Zo, even kijken welke ik allemaal een beetje kan repareren. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately if Damn, die is nog best wel ver gegaan. Oh, zelfs de spoor is kapot. Rip. Dus dan moeten we het spoor natuurlijk ook even repareren. Dat is wel even fijn. Oh ja, ik kan nog gewoon zo'n disaster response unit kan ik neerzetten. En die kan dan gaan kijken of er toevallig nog survivors in een van die gebouwen zitten. Dat is wel heel handig. Want die gaat dan gewoon kijken en dan wordt het zelf alweer herbouwd. Dat is in principe wel heel handig om te hebben. Ik ga hier zodat ik ook nog een aantal winkels en wat woongelegenheden maken. Is natuurlijk wel even verstandig om te hebben. Even kijken, dit. Kijk, deze weg die moet even weg. Die connecten we zo dadelijk wel weer eventjes. Zo. Dan kunnen deze twee ook weg. Hoppakee. Oké, dan moet ik sowieso eventjes overal water weer aan gaan leggen. Want daar gaan ze nu weer overlopen klagen. Zo, dat zet ik zo eentje wel neer. Ja, kan doen. Is deze weg gewoon hier naartoe uitbreiden.
ben eigenlijk niet echt blij met hoe scheef het staat hier. Nee, geen autobaan natuurlijk. Ik kan misschien beter deze gewoon hier een beetje naartoe uitbreiden. Zo. Hier kunnen eigenlijk ook nog wel wat industrie staan. Ah, die worden zelf al gerebuild. Dus dat is wel heel fijn om natuurlijk te hebben. Oké, hier wil ik nog een aantal woonwijken hebben. Oké, de stroom moet ik eigenlijk ook echt even een beetje aanpakken. Misschien een solar power plant. Dat kan misschien nog wel verstandig zijn. Ja, maar zou ik deze neerzetten? Gewoon hier. Oké, dat geeft ons in ieder geval een goede hoeveelheid stroom. Nu moet ik alleen nog eventjes wat meer water van die waterpompen even bijhalen. Ik denk dat 4 nu wel een beetje genoeg is. Ja, kijk, mooi. Oh, is het ook water nodig? Waarom heeft de solar power plant water nodig? Geen idee. Oké, nu kan die waarschijnlijk weer. Ja, hij kan weer beter. Mooi. Oké, wanneer krijg ik eigenlijk de volgende uitbreiding? 32.000, oké. Doe nog eventjes. Wacht, wat stond daar? What a lucky person to be alive after a kind of disaster. Er is gewoon nog een persoon die in het rommel zit. Ook van deze tank reservoirs, die kan ik natuurlijk ook ergens neerzetten. Dus als we dan een keer geen water meer hebben, dan zit er natuurlijk nog wel heel wat in deze tank reservoirs. Dat is wel handig om te hebben eigenlijk. Waarom is er zo'n hoge benodigdheid aan winkels? Dat vraag ik me een beetje af. Blijkbaar zitten ze ergens zonder water. Nou, er zijn nog steeds overlevenden. Wat mooi. Wat, ik maak hier ook gewoon een aantal woonwijken van. De ruimte hebben we er toch ervoor. Dus waarom niet?
Oh ja, we moeten natuurlijk ook hier van die ziekenhuizen neerzetten en zo. En dan hier gewoon nog een aantal medical clinics. Aantal politiegebeurens en dan nog even een aantal scholen. Die hebben we natuurlijk ook wel even nodig. Oké, dit moet ik even aangepast, denk ik, want dit is wel nog niet echt. Even kijken, hoe kan ik dit het beste doen? Oh, wacht. Is niet meer nodig. Mensen zitten hier uit te breiden, gek. Holy damn. Uit te breiden, te herbouwen en alles. Heerlijk. Zijn ze van plan. Zo, hier nog een aantal kantoortjes erbij. Oh ja, dan moet ik natuurlijk de waterleiding ook weer neer gaan leggen. Hier kunnen nog een aantal woonwijken neergelegd worden. Aangelegd, wat dan ook, maakt niet uit. Een aantal winkels. En hier nog een aantal kantoorgebouwen. Ja, mensen beginnen te bouwen, dat is mooi. Eigenlijk hebben we al best wel een grote stad. Zo, die hebben nu ook de stroom. Maar ik ga nu ondertussen de aflevering weer afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.